Hier in de studio hebben we drie bijzondere gasten vandaag. Aan de ene kant zien we Sam te Vet en we hebben natuurlijk ook K1-legendes Sam Schild en Ernest de Hoost. Heren, welkom allemaal. Om te beginnen, laten we eerst even bij jou komen, Sam. We willen toch even een beetje weten, wie is de persoon achter de krijger in de kring natuurlijk, om het maar even zo te zeggen. Vertel eens even, je komt uit een groot gezin? Groot gezin, ja. Vroeger waren we met z'n 11 thuis. 9 kinderen. 11? Ja, man. Dus het was altijd druk. Ouders gescheiden vroeg. Mijn moeder heb eigenlijk in de eentje 9 kinderen opgevoed. Vertel mij even hoe dat was. Was dat letterlijk een struggle for life? Ja, struggle zeg maar. For life, struggle for life. Ja, eigenlijk heb je leren vechten vanaf kleins af aan, weet je. Je hebt gezien wat een zwaar leven kan zijn, maar ook wat een makkelijke leven kan zijn, wat ik nu heb, zeg maar. Want hoeveel broers? Heb ik wel hard voor gevochten, weet je. Hoeveel broers en zussen? 6 zussen en 2 broers. Oké. En mijn vader is daarna hertrouwd en die heeft toen nog 2 zoons gekregen, dus ik heb ook nog 2 jongere broertjes. Maar was jij de sterkste van je broers? Ik denk het wel. Ja? Mentaal sowieso. Heeft je dat gevormd als persoon zijnde? Als je nu kijkt naar je dagelijkse dingen? Ja, ik denk eigenlijk hoe mijn moeder voor het gezin heeft gezorgd, dat heeft mij gevormd, denk ik. Je, om altijd te leren doorgaan en te vechten. En, als je iets hebt voor ogen, en gewoon daarom vasthouden. Jouw moeder zegt, je moet voor alles vechten. Dus ja, het is niet makkelijk, weet je, in het leven. En gewoon vechten voor wat je wil hebben en knokken ervoor, weet je. Ja. En dat gaan we nu doen. En hoe ben je in aanraking gekomen met vechtsport dan? Vechtsport, ja, vanaf kleins af aan al begonnen we met judo eerst. Was ik 1 jaar of 7 of zo. Toen overgestapt naar karate. En toen denk ik 12, 13 jaar ongeveer. Bij ons achter op het pleintje had je een kickboxschooltje. Ja, we waren qua jongetjes van de straat. Hoe qua jongen was je? Was je echt een teringleider? Of nee, was je gewoon echt een boefie? Niet, ja, gewoon een boefie, weet je, ja, jongetje van de straat. En weet je, zodra ik uit school kwam, een balletje pakken en altijd op straat bezig, weet je. En weet je, laten we een keer gaan kijken hoe het daar is. Het was een klein sportschooltje, Kyoto Gym heette dit toen de tijd. Ja. Dus wij daar naar binnen en even kijken hoe het was. En het beviel me. Weet je, en blijf hangen eigenlijk, weet je. Maar dat bepaalt best wel iets, hè? Als je natuurlijk uit een vechtsportachtergrond komt. Ja, maar weet je, het is mijn vader. Hij hield ook altijd van worstelen. Hij heeft ook altijd gekickboxd, weet je. Altijd met de Lucien Cabine gekickboxd, met iemand Menes gekickboxd. En hij was ook mijn voorbeeld voor het vechtsport, was dat ook mijn voorbeeld, weet je. En ik keek vaak naar de legendes natuurlijk, op televisie. En wat ik zeg, sportschool binnengelopen en blijf hangen. En nu zitten we hier, weet je. Nou ja, nu zit je hier zelf, als een van de Final 8, yes. Hè? Ja, toch. Van de World Fighting League. Ja, daarom. Nou was je volgens mij als kind zijn ook al redelijk uit de kluiten gewassen. Dus... Nee, ik was een klein mannetje, man. Was je klein? Ik ben, op mijn 15e was ik nog 1,60 meter of zo. Heel klein, 1,60 pas in de laatste 2 jaar, zeg maar 17, 18, ben ik echt in één keer de lengte ingegroeid. Ja. Dus ik was altijd een klein mannetje eigenlijk, de kleinste van de groep eigenlijk. Kreeg je het beste eten waarschijnlijk? Ja, dat denk ik. Ik had altijd mijn bord op, joh. Moet je wel dat je bord opeten, anders... S'avonds moet je niks vragen, weet je. En dat is eigenlijk... Geen bordspijkers voor je. Ja, je bord leeg eten. Je bord leeg eten, ja. Nee, dat is. Ik heb zelf 2 kinderen, dus ik weet precies hoe het ja? is. Ja? Hoe is dat nu, zeg maar, dan? Dat je als vader zijn... Want ze doen ook vechtsporten, toch? Ja, allebei. Mijn dochtertje ook en mijn zoontje ook. Ook allebei kickboksen. Ook andere sporten, maar ook kickboksen. Hoe gaan ze ermee om dat papa altijd zeg maar, in de ring dan toch wel echt aan het gas geven is om de ander knock-out te krijgen? Hoe heb je ze dat uitgelegd? Ja, weet je, dat is. Mijn dochtertje houdt heel veel van de sport en ze traint heel graag. Ze traint 2 keer per week, maar kijken houden ze niet van. Heel raar is het. Nee? Nee, mijn zoontje weer wel, die kent het tegen, maar mijn dochtertje wil ook eigenlijk nooit mee. Die wil niet zien dat nee, papa... Nee, die wil niet zien dat ze papa gaan vechten. Mijn zoontje wel, maar mijn dochtertje helemaal niet. Hè. Nou, dan moet je dochter nu even niet kijken, want dan gaan we heel even kijken naar highlights van jou. Oké. Okay. Representing Jim Hofstede. Please welcome Sam de Vet. And the winner by unanimous decision of the judges. From the red corner, Sam de Vet. Dat is over de highlights. Maar nu even dieper even op de materie. Hoe zou jij jezelf als vechter omschrijven? Standaard vechten, technisch. Technisch, denk ik. Ja? Bewegelijk. Voor een zwaargewicht heel bewegelijk. Met je weegt hoeveel kilo precies? Ik woog voorheen 112, 114 kilo. Nu ben ik afgevallen aan de 106. En, vraag je even natuurlijk aan ook de heren, Sam en Ernesto. Hoe belangrijk is gewicht? Toen ik zwaargewicht werd, ik begon bij 84 kilo. En uiteindelijk heb ik geloof ik ook een keer 111 gewogen. Het voordeel van als je lichter bent, ja, je bent wendbaarder. En als je zwaarder bent, ja, dus je kan je wel letterlijk je gewicht in de strijd gooien. En dat is gewoon wel weer een voordeel.
Ja, want leef je ook bijvoorbeeld slagkracht in als je lichter bent? Of dat hoeft, is dat zo samen? Nou, kijk, ik vind. Kijk, mijn gewicht, ik ben een natuurlijk zwaargewicht. Ik ben gewoon zwaargewicht, nu ook nog steeds. Nu werk ik dan 128 kilo. Dus dat is van mijn wedstrijdgewicht zit misschien 4 kilo tussen. Ja. Ik denk dat Sam wel wat zwaarder mag worden. Dat denk jij wel? Dat denk ik wel. Ik denk dat gewicht zeker een voordeel is. Zeker met jouw lengte. Weet je, dan moet je daar je ding van maken. En volgens mij kon ik ook wel aardig bewegen. Ja, maar ik denk wel dat jij een uitzondering was, hoor, wat dat betreft. Ja, hoezo dat? Nou ja, Sam had gewoon een uitzonderlijk goede conditie. Ik bedoel, Sam is de enige zwaar gewicht van dat gewicht die gewoon conditioneel 3, 4, 5 ronden lang gas kon geven. De meeste vechters kunnen dat niet. Is dat die Ashihara achtergrond? Nou, dat weet ik niet, maar dat is wel een stukje karate achtergrond, denk ik zeker. Een stukje karakter en... Gewoon, kijk, conditie kan je leren. Dus je weet dat het kan, heb ik al laten zien. Dus je kan zorgen dat je conditie gewoon helemaal top is en dan kan je gewoon zwaar wegen. Conditioneel ben ik wel sterk. Ja. Maak me niet zo zorgen om. Oké, wat zijn je zwakke punten? Zwakke punten. Waar is Sam te vet gewoon eigenlijk heel slecht in? Ik weet dat het niet heel handig is om alles weg te geven. Ja, dat zou ik van mezelf niet kunnen zeggen. Kunnen jullie daar nou op aanvullen? Waar zou hij aan kunnen werken? Jullie kennen de mannen natuurlijk een paar puntjes, vind ik. Oh, vertel. Ja, nou, ik denk dat op je afstand kunnen we gaan werken. Je houdt van oorlog voeren. Dat hoorden we net ook al een beetje in het voorgesprek. Weet je hebt een grote familie, dus altijd moeten vechten voor je plekje. Ja. Nou, je hebt nou je plek in de ring, we met z'n tweeën. Ja, dat klopt. En ik denk dat je daar dat je meer gebruik kan maken van je lengte, denk ik. Nou, ja, want het is ook een belangrijk onderdeel dat je echt duidelijk met je trainer natuurlijk, dat jullie één op één, dat je constant met elkaar op één lijn zit. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, ik weet niet of jullie dat zelf hebben meegemaakt, heren, dat... Er is natuurlijk ook een moment dat je zelf ook een inschatting maakt. En dat je ook deels natuurlijk zelf meedenkt. In plaats van dat je alleen maar... Of is het echt die vertrouwensband met je coach in de hoek? Dat hangt er vanaf. Kijk, ik luisterde heel weinig naar mijn trainers. Omdat ik vond dat... als ik wel eens luisterde, dan waren het vaak de verkeerde dingen. En dan deed ik ook de verkeerde dingen. Dus die ervaring heb ik zelf niet zo. Nee. Ja. En Sam, Sam bijvoorbeeld... Sam... Die luisterde heel goed altijd naar zijn hoek. Ja, maar dan kom ook kijken, van tevoren hadden wij ook een gameplan gemaakt. Weet je, kijk, ik ga met mijn coach zitten. Dan jongens, dit gaan we doen, dit en dit. En kijk, op het moment dat de coach is daar gewoon om je eigen gewoon aan je plan te houden. Want dat is iets wat gewoon, wat ik denk dat ook de sleutel is in het leven. Weet je, je maakt een plan, je wilt daarheen, naar dat punt. En je gaat daarheen. En dat is het einddoel. Van tevoren maak je gameplan. En de coach is daar gewoon om te zorgen dat je daaraan houdt. En desnoods bijsturen indien nodig. Ja. Maar daar ben ik het dus niet mee eens. Oh, dat is altijd goed. Nee, ik ben het daar niet mee eens, omdat ik vind... Kijk, ik ben een vechter. En ik voel wat er gebeurt in de ring. Bijvoorbeeld, stel, ik heb een blessure. Die blessure kan ik niet laten merken aan mijn tegenstander. Maar mijn coach zegt meteen en zegt van... Maak die stoot of maak die trap. Maar ik weet dat ik hem niet kan maken, omdat ik last heb. Nou, dus dan kan ik mij al niet meer aan het plan houden. Nee, maar dat is een strategie. Nee, kijk, op het moment dat als mijn trainer zei van Sammy moet trappen en ik had mijn voeten bijvoorbeeld kapot. Dan keek ik even naar mijn hoek en dan wist hij van oké, hij trapt niet. Waarom trapt hij niet? Hij zal wel last hebben, dus plan B. Bam. Nee, okay. En je hebt trainers die gaan zeggen, trappen, blijf trappen. Ja, terwijl je voet in de kreukel zit. Ja, dat is niet coachen. Maar bij mij was het zo. We hadden plan A, plan B, we hadden plan C. We hadden plannen zat. Als dat niet lukt, doe je dat. Als de dekking laag is, dus ik zeg één keer hoge trap. Weet je dat die hoge trap, die komt. Ja. Want hij laat zijn dekking zakken. Let erop. Hij komt vijf. Jij hebt het goede gevoel gehad altijd bij je coaches wat dat betreft. En ik heb het goede gevoel bij mezelf gehad. Nee. En dat is gewoon een verschil. Weet je wel. Maar dat noem ik afstemmen met elkaar van tevoren. En natuurlijk tussen de rust. Nou, maar dat kan je niet altijd van tevoren afstemmen. Hè? Want je weet niet altijd hoe je tegenstander reageert. Dat is gewoon, dat vind ik gewoon moeilijk. Hoe doe jij het zelf dan? Dat vind ik ook. Ik luister eigenlijk heel goed naar mijn hoeken. Maar op sommige momenten moet ik ook zelf kunnen schakelen. En van nee. Ja. Moet ik dat doen of dat doen? En dus meestal werkt het. Zo zie ik dat ook. Ja. En dat is, want als je kansen ziet, dan wil je hem natuurlijk wel benutten. Ja, dat is zo. Dat is zo. Alleen het is vaak dat je hoek dingen ziet die jij op dat moment waarschijnlijk niet ziet. En dan daarvoor roepen ze, daarvoor sturen ze bij. En, Maar net wat je zegt, er is ook natuurlijk een heel groot verschil. Er zijn ook verschil. Momenten dat je moet schakelen en dat je zelf de keuzes moet maken. En er is een groot verschil met kwaliteit van coachen, wat jij zegt al. Ja. De een kan dat veel beter aanvoelen dan een ander natuurlijk. Absoluut. Ja. Dat is ook zo. Okay. Laten we eventjes gaan kijken naar de breakdown. We'll be right back.
Sam de Vet tegen Clyde Brunswijk. Grote gasten allebei. Ja. Dus gewicht 12 kilo meer. Ja, ja. Ja, er zit ook een flink leeftijdsverschil in. Hè? 34 om 25. Dus ik weet niet of dat veel verschil maakt. Ja, zwaar gewicht kunt er wel langer door. Dat is waar. Sam de Vet, ja. Sam, ja, die heeft altijd wel zin in. Ja, kijk, Sam die combineert gewoon makkelijk door in die counter ook. Die neemt snel over. Ja, hij stoot terug naar Hollandse kickbox. Ja, precies. Ja, Raymond is ook van Mizier, is ook normaal stootje trap. Dat is wel zo, maar Raymond is toch wat houteriger. Ja. Zeker vergeleken met Sam. Ja, het is altijd lastig die binnenkant low kick trappen en dan gecounterd worden. Ik vind het een leuke beweging, ik mag het graag doen. Ja, het is even afleiding van de dingen. Het is afleiding. Ja. Het is niet eens een trap, maar. Ja. Nou, nu combineert Raymond toch wel wat meer. Maar stapt ook weer naar achteren. Hij maakt een goede beweging en dan stapt hij naar achteren. Dat is bijvoorbeeld iets wat jij nooit zou doen. En, ik loop alleen naar voren. Nee, nou ja, ik bedoel zeker na een goede aanval moet je naar achteren stappen. Dan moet je gewoon blijven staan. Ja, zeker als je me goed raakt. Ja. Ja, nou zeker. Kijk, Sam maakt hier, zit hier nou gewoon goed druk. Maakt het gewoon echt moeilijk. Goed die linker trap, meteen vastpakken. Ja, Raymond kan ook proberen juist de ruimte te blijven zoeken. Ja, maar net iets sneller. Ja. Iets makkelijker om te doen. Juist, ja. Ah, nou ja. Leuke wedstrijd. Terecht winnaar. Ja, Sam, want het is natuurlijk belangrijk. Wat schat jij je kans in? Ik denk dat ik mijn kans wel goed inschat in het toernooi. Vertel, want je moet tegen Clyde, moet je vechten? Clyde tegen Clyde Brunswijk, ja, bewegelijke vechter. Een beetje onorthodox, vind ik zelf. Soms kent hij heel technisch zijn, maar het is heel onorthodox. Hij beweegt heel veel, maar meestal doet hij niet veel. Hij beweegt meer dan dat hij doet. En ik denk dat hij niet met mijn power om kan gaan. En nee? Dat ik hem... Maar wat zijn zijn kansen, heren? Zeg het eens. Hoe hoog schat je hem? Ik vind het sowieso een leuke partij. Ik geef Sambal wel kans om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Jij, Sam? Ja, kijk, het kan allebei de kant op gaan. Kijk, Sambal die houdt van oorlog voeren. Clyde die vecht dan in die partijen die ik heb gezien iets meer op afstand toch. Inderdaad, wat jij al zei, goed georganiseerd, onorthodox. Door af en toe rare bewegingen. Maar ik denk dat dit het wel heel erg gevaarlijk maakt. Dus ja, moeten we maar zien wie er gaat winnen. Ja, want het is natuurlijk even belangrijk nog. Tegen wie zou je in de volgende ronde dan willen komen? Ja, de andere twee vechters die in mijn pool zitten zijn Murat Aygun en Fabio Quasi natuurlijk. Ja. Aygun is een sterke jongen. Hij zet veel druk, hij gaat veel naar voren. Maar ik denk dat Quasi de slimmere vechter is van de twee. Dat Quasi die partij win. En ik zou graag een rematch willen tegen Fabio Quasi. Want mijn laatste verliespartij dateert van 2 jaar geleden tegen hem. Na een extra ronde. En was voor mij een beetje een discutabele uitslag. Maar ja, hij heeft de partij gekregen van de jury. En dat wil ik graag rechtzetten. Doe nog steeds zeer na 2 jaar. Dat doet heel zeer, ja. Want dat ging ook om een titel. En dat wil ik even rechtzetten met Fabio Quasi. Ego blijft dan toch nog doorhameren? Nee, weet je, we zijn sportmannen. Maar ik wil gewoon die belt hebben. En ik had toen die belt moeten hebben. En nu kom ik voor nog een grotere belt. Een 8-mans toernooi. En daar kom ik voor. Niet voor minder. Juiste instelling. Ja, zo, toch? Ja, zeker weten.